De fatbikes zijn razend populair, ook hier in Utrecht. Maar helaas gaat het ook wel eens mis. Er gebeuren namelijk veel ongelukken mee. Nu moeten er volgens 50 gemeenten in Nederland strenge regels komen voor deze fatbikes. Maar wat vinden de jongeren van de 30 hiervan? Ik ben heel benieuwd wat jullie van de fatbikes vinden. Een likeje voor als je zegt die mogen van mij blijven. En een dislike als je zegt nou die mogen van mij weg. Die mogen van mij weg. Doe maar je bordje omhoog. Weg ermee. Weg ermee, hè? Echt asociaal, dus ja, ze rijden je aan, ze toeteren en ook naar oude mensen. Ik vind ook dat die dingen veel te snel gaan. Maar zelf in een boerendorp, dus bij ons worden ze niet gebruikt en zie je ze ook niet. Maar in de stad zie je ze wel echt voorbij vliegen gewoon. Er gebeurt ook voor ongelukken, dus ik vind het een beetje gevaarlijk, zeg maar. Maar ik snap wel dat je er een hebt, want ja, het is wel leuk. Wacht een paar jaar en koop een scooter, want dan heb je gewoon een rijbewijs en dat is veel veiliger. Want nu rijden zonder dat je eigenlijk echt weet wat je doet. Vinden jullie dat er ook een leeftijdsgrens aan vast moet komen? Net als een scooter, 16, er rijden gewoon kinderen van 12 op zo'n ding. Als ik zeg helmplicht, en dan mag je je bordje. Ja, helmplicht gaat werken, denk je? Ja, ik denk dat het wel voornamelijk voor de persoon op de fatbike veiliger maakt. Maar ik denk dat dat niet genoeg is, want het is voornamelijk het probleem dat ze waarschijnlijk ongelukken met andere mensen maken. Dus ja, misschien hebben zij dan geen hersenschudding, maar iemand anders kan net zo goed gewoon morsdood zijn. Mijn vader zei laatst ook, ik werd op de wielrenfiets gewoon ingehaald door een paar, weet je wel. Ze zeggen vaak wat over wielrenners, maar die fatbikes zijn erger. Nou ja, als die dingen moeten blijven, dan maar een helm inderdaad. Ook gewoon meer om jezelf dan te beschermen en andere mensen. Ja. Ik voel wel veel passie voor jou bij dit onderwerp. Bij ons in de wijk hebben ze ook een beetje van die 14-jarige fatbike gangs met zulke batterijen die ze dan aan zitten te zuigen. En het is gewoon echt een beetje belachelijk, om eerlijk te zijn. We hebben natuurlijk ook geprobeerd om jongeren met een fatbike op beeld te krijgen en te vragen wat zij van de fatbikes vinden. Helaas wilden zij niet op camera dit vertellen. Daar kunnen we ons natuurlijk wel iets bij voorstellen, want die fatbikes die worden toch ook wel een beetje gehaat, omdat ze vaak zo hard gaan in een drukke stad en gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Eigenlijk gaat het dus niet zozeer over de fatbike zelf, maar meer over het gedrag van de fietser. Als je je gewoon aan de regels houdt, dan is er niet zoveel aan de hand. Let gewoon op je fietsgedrag. Doe het voor jezelf, maar doe het ook vooral voor anderen in het verkeer.